Coffeeshop Kronkel, dat sinds 1986 bestaat. Hun stickers en merch zijn vrijwel binnen Nijmegen en buiten Nijmegen bekend. Mijn naam is Mickey Minnaar en vandaag, bij plekken waar je normaal nooit komt, leid ik jou als noob de coffeeshop in. De do's en de do not do this bij de coffeeshop, laten we erachter komen. Yeah! Jongeman, kan ik jou helpen? Ja, ik wil naar binnen. Dan wil ik graag eerst eventjes je ID zien. Oké, nou, stap 1 voor als je naar de coffeeshop wilt. Neem je ID mee. Ja, super, dankjewel. Ten tweede hebben we een aankoopverplichting, dus of je mag eventjes voor 5 euro minimaal wiet of hash kopen, of een voorgedraaide joint, of een consumptiemuntje, en daarmee kun je binnen iets te drinken halen. Wat is de starterskit om überhaupt binnen te kunnen komen bij de coffeeshop? Ik zou zeggen, als je naar binnen wil bij een coffeeshop, zijn er een paar dingen die wel fijn zijn om bij je te hebben. Sowieso lange vloei natuurlijk en tip, want anders kun je heel weinig draaien. Tenzij je bijvoorbeeld een vaporizer bij je hebt, want dan is dat natuurlijk een goed alternatief. Iets van wiet en een grinder en iets van een tabaksvervanger of iets dergelijks. Bij welke kenmerken weigeren jullie iemand om binnen te komen in de coffeeshop? Er zijn eigenlijk een aantal dingen waar wij op letten. Vooral de gesteldheid van de persoon zelf. Kijk, als iemand al heel erg wazig is, dan is dat een reden om eigenlijk iemand te weigeren. Waar we verder ook wel echt op letten is of bijvoorbeeld iemand heel erg naar alcohol ruikt. Dat zie je bijvoorbeeld s'avonds heel erg op, bijvoorbeeld in de weekenden. Dat mensen van de uitgaanshoeken zeg maar hierheen willen. Nou, als je dan echt heel duidelijk dronken bent en heel duidelijk naar alcohol ruikt, dan mag je niet naar binnen. Nou, ter voorbereiding voor iemand die nog nooit heeft gebloot. Wat is nou het beste om te blowen als je hier de eerste keer bent en wat heeft dat voor effect? Dat is een moeilijke vraag, want het is natuurlijk iets heel persoonlijks. Iedereen reageert ook anders op dingen. Dat is hetzelfde met bijvoorbeeld alcohol. Sommige mensen drinken liever bier, anderen liever wijn. Hetzelfde is eigenlijk ook wel een beetje met wiet en het hash. Dus ik zou zeggen, probeer het vooral. Maar ik zou zeggen, als je echt nog nooit iets hebt gedaan, dan pak gewoon iets lekker lichts, iets laags. Iets wat niet te duur is vaak. Dat is ook vaak gewoon wat minder sterk. En begin daarmee en kijk hoe dat valt. En begin altijd rustig aan, je kan beter opbouwen dan afbouwen. Wat is het verschil tussen indica en sativa? Of sativa, hoe spreek je dat uit? Sativa, ja, dat zeg je goed. Ja, dat is eigenlijk, het is heel lastig om daar een heel erg definitief antwoord op te geven. Dat komt vooral omdat het in de laatste jaren ook een beetje in opspraak is gekomen van snijdt dat nou wel eigenlijk hout, die verdeling. Doorgaans zien wij het zo dat indica een beetje wat meer in de couch is. Dus dat houdt jou ontspannen en je blijft lekker op de bank zitten. Sativa is wat actiever en wat meer mentaal. Hoe ik het ook een klein beetje zie is groente en fruit. Groente en fruit zijn eigenlijk, dat is een onderscheid wat in de biologische wereld eigenlijk helemaal geen hout snijdt. De natuur kent dat onderscheid niet, maar voor ons is groente en fruit heel herkenbaar. Maar dat is eigenlijk ook een beetje met indica sativa. Wanneer is de coffeeshop een plek waar je zeker wel naartoe zou moeten komen of wanneer zeker niet? Ik zou zeggen dat het zeker een plek is om wel naartoe te komen als je gewoon lekker met je vrienden een jointje wil roken en even lekker, weet ik, een potje mens eigenlijk niet wil doen of een hamburger wil eten. Het is niet een plek om naartoe te komen als jij niet weet waar je staat in het leven en dat antwoord hier binnen denkt te vinden. Wat is het allerleukste wat je hier hebt meegemaakt in de coffeeshop? Ik zou zeggen dat het allerleukste is dat je hier nog wel eens bekende mensen voorbij ziet komen. Ik zal maar even geen namen noemen. Maar zo nu en dan heb je nog wel eens artiesten die bijvoorbeeld hier bij Don Roosje optreden. En die komen dan hier nog even wiet halen voor hun show. En dat vind ik wel altijd leuk. Hallo. Ja, man. Goedemorgen. Oh, ze zijn heel even wachten, jongen. Het is eigenlijk niet de bedoeling dat je hier binnen sigaretten rookt. Oh. Nee, je mag hier eigenlijk alleen maar wiet puur roken. Oh, oké. Nou, mag ik dan een pilsje van jou? Helaas ook niet, man. Het is hier een coffeeshop en we doen alleen maar wiet roken en lekker een kopje koffie drinken, rustig praten. Maar er is hier geen ruimte voor een biertje of zo. Helaas. Oh, oké, nou dankjewel. Dan weet je ook, waarom is dat eigenlijk zo? Bier en cannabis is niet echt een goede combinatie, dus heel veel mensen kunnen er niet goed tegen en voelen zich daarna niet zo lekker. En ten tweede hebben we te maken met allemaal regels waar we aan moeten houden. En we willen lekker een coffeeshop zijn, daar kan een jointje genuttigd worden, maar meer hoort daar niet bij. Wat valt er allemaal te doen als je nou eenmaal door die poort bent? Echt een heleboel. Als je eenmaal door die poortje komt, kom je erachter dat we een veel grotere ruimte hebben dan je zou verwachten bij een coffeeshop. Niet alleen maar verkoop van wiet, maar we hebben een hele chill ruimte. Je kan hier lekker aan de open aard een kopje koffie zitten drinken. We hebben altijd pooltafels, dus je kan een beetje poelen. Van oudsher is het ook een poolcafé. We hebben hierachter nog een hele lounge area waar je lekker kan zitten. We hebben een heleboel spelletjes die je bij de bar af kan nemen om te pakken. Je hebt mensen die komen hier even pauze nemen of over de markt lopen. Sommige mensen komen even een krantje lezen. Studenten die hun huiswerk maken, docenten die hun proefwerken nakijken. Het is zo gek niet te bedenken of je kan het hier doen. Nou, welk spel is het beste om te spelen als je zo stoontassen gedaald bent hier?
Ik denk toch wel Trick Track. Is voor mij een beetje het klassieke coffeeshopspel. Lekker verstand op nul, dobbelen en vergeten wie er aan de beurt was. Heb je een tip voor mensen die voor de eerste keer de coffeeshop inkomen lopen? De eerste keer de coffeeshop inkomen lopen is... Wat ik ze kan aanraden is om gewoon open te zijn. Want het is natuurlijk niet een shop zoals de meeste shops. Het is natuurlijk een restaurant ook, het is een krantcafé. Maar over het algemeen, als je een shop inloopt, ja, kom om te chillen, kom om lekker rustig te zijn, om af te koelen misschien, weet je wel. Wat moet je vooral niet doen als je voor de eerste keer de coffeeshop binnenwandelt? Bellen, denk ik. Gewoon, het is hier redelijk sociaal, dus als je gewoon menselijk contact wordt hier wel redelijk gewaardeerd. En je kunt dat wel aanschuiven bij mensen. Ik weet niet, gewoon iets te veel in je eigen cocon zitten. Ik denk dat dat, dat wel oké is, maar ja, als het socialer is. Als je gewoon doet zoals je normaal doet, dan doe je het prima. Je moet niet luidruchtig zijn. Zorg dat je eigen spullen meebrengt. En gewoon doen zoals je in het dagelijks leven ook doet. Wat ik niet zou doen is zomaar bij iemand gaan zitten of zo. Vraag eerst van tevoren of je erbij kan zitten. Over het algemeen kan je makkelijk bij mensen zitten. Ze zijn vrij open van geest wat dat betreft. Maar het komt niet altijd even goed uit. Soms zijn mensen in gesprek en dan kom je er tussen zitten en dan kan wel eens verstoren. En wat zou je nog meer doen? Wat ik niet zou doen is ruzie maken. Maar dat heb ik ook nog wel meegemaakt in de 32 jaar dat ik bloot. Dus het is wat dat betreft anders dan een kroeg. Nou, top antwoord. Dankjewel. Hey, smoke ze. Dat komt helemaal goed. Nou, wij gaan weer door. Dat was gezellig. Leuke mensen, lekker eten en er hangt een goede geur. Leuk dat jullie keken naar plekken waar je normaal nooit komt. En Sam, zullen wij nog naar binnen gaan? Sam. Ja, oké, top. Let's go.